Maar goed, René, jij denkt dat wordt heel lastig voor Slot. Wie moet het bij Slot overnemen straks bij Feyenoord? Ook niet makkelijk, zeg maar. Ik denk Ron Jans, als je in Nederland zoekt. Ja. Ron Jans die heeft het bij Twente ontzettend goed gedaan. Doet het dan bij Utrecht ontzettend goed. En is ook een rustig, verstandig man. Ja, dan zou ik zeggen Ron Jans met Van Persie. Dat zou ik dan zeggen. Ja. En laat die Van Persie lekker 2 jaar met die Ron Jans meelopen. Dat is beter dan In Heerenveen. In die slangenkuil in Heerenveen? Ja, dat zou ik dan zeggen. Want ik had een staartje meegenomen. Moet jij maar even meekijken. Jij hebt er ook wel verstand van. Ja, toch? Wie het? Je hebt als linksback gespeeld. Ik had een staartje meegenomen. En waar is dat staartje dan? Ja, dat komt eraan nu, dat komt eraan nu. Dan heb je dit staartje, hè. En dan denk ik dat van al die clubs die hierbij staan... is de enige club die ontevreden is Heerenveen. Ja, die vinden zichzelf subtop. De rest, kijk, Go Ahead is tevreden, Sparta is tevreden, Fortuna is tevreden... Almere, PEC, Heracles zijn dollend, hebben een goed jaar gehad. Maar Heerenveen denkt, we hadden beter gekund. Ja, ja. En ik zeg je, 10e is een prima plek voor Heerenveen. Ik heb ze zat zien spelen dit jaar. Matig elftal. Met een beetje pech, Johan, met een beetje blessures, word je 14e. En heb je het gewoon kut gedaan. Ik zou gewoon, wat jij zegt, Ron Jans pakken als hoofdtrainer. Nee, dat zei jij. Van Persie, ja, Van Persie. Van Persie als assistent. En gewoon 2 jaar opleiden en het overnemen. Ja. Nou, we zijn er weer afgegaan met ook geregeld 200 miljoen. Dat is voor die jongen veel beter. Hartstikke lekker allemaal. En ik vind dat we ook dadelijk die trainer van FC Twente in de gaten moeten houden. Want in alle rust doet die man het uitstekend, hè? Ja, wij dachten dat Ron Jans het uitstekend deed. Maar die jongen die is gewoon op dezelfde voet verder gegaan. Ja. Dat is knap, hoor. En de trainer van Almere heeft het daar ook goed gedaan. Nou, daarvoor heeft hij nou niet zo top gepresteerd. Maar bij Almere heeft hij het uitstekend gedaan. Ja. Maar ik krijg de indruk uit de publiciteit... of hij is aan het solliciteren ergens, of hij heeft wat... of hij wil wat anders gaan doen, want ik begrijp dat verhaal niet.